Het is bijna Valentijnsdag. We zijn begonnen. Rens zoekt een vrouw. Het is ooit als grap een beetje ontstaan. Ja. Maar ja, we dachten wel, we moeten dit gewoon serieus op gaan zetten. En wij hebben de oproep gedaan. En er zijn veel mensen die daarop gereageerd hebben. Uiteindelijk hebben wij een selectie gemaakt. En jij gaat zo meteen speeddaten hier in de studio met drie meisjes die zich hebben opgegeven voor jou. Ja. En de eerste zit hier inmiddels in de studio. Ik zal even kort introduceren. Ze is 18 jaar oud, houdt van handballen en vindt het leukste aan jou, Rens, dat je rood haar hebt. Echt? Ja. En ze heeft er verder heel veel zin in. Mag ik een applaus voor onze kandidaat Celine? Hoi. Ja, daar zit je dan. Ja. Nou, het leuke is, de date gaat nu nog niet beginnen. Maar ik vond het toch even leuk om Celine alvast eventjes voor te stellen. Ja. Zometeen gaan jullie speeddaten. Maar jij als luisteraar bepaalt welke vraag daarin verwerkt moet worden. Dus jij mag vragen instellen. Jullie krijgen allebei twee vragen die jullie minimaal moeten verwerken in de date. Het tafeltje staat er, dus ik zou jullie willen vragen. Ga eens lekker naar de tafel toe. Wij gaan aan tafel. Ja, ga lekker naar de tafel toe. Rens, jij moet sowieso in de date aan Celine vragen. Does size matter? Die vraag moet je sowieso stellen. Wat? En ook de vraag, hoe vaak per dag moet je naar het toilet? Die twee vragen moet je sowieso stellen. Oh, Celine, jij moet sowieso stellen aan Rens hoe vaak die porno in de week kijkt. En hij moet zijn leukste mop vertellen. Tenminste, jij moet hem uitdagen om een mop te vertellen. Gaat het lukken? Oh, ja. Moppen, jongen. Ik zeg, ik ga jullie heel veel succes wensen. Wij gaan ons mond houden. Weten jullie het nog? Rens aan Celine, does size matter? En hoe vaak moet je per dag naar het toilet? En Celine aan Rens, hoe vaak kijk je porno in de week? En vertel je leukste mop. Ja? Okay, ja, ik ben er klaar voor. Jullie tijd loopt nu. Nou, laten we dan maar even beginnen met, wat wil je drinken? Doe maar een wijntje. Een wijntje? Ja. Ga ik een wijntje voor je inschenken. Zou ik dan maar even tussendoor vragen? Of, ja, kom maar door. Oké, nou, hoe vaak in de week kijk je porno? Ik kijk, niet zo heel vaak hoor. Drie keer in de week. Okay. Drie keer in de week ongeveer. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar kom je vandaan? Amsterdam. Amsterdam? Ja. Daar woon je? Ja. Ook geboren en zo? Ja. De hele reut met twee dagen. Oké. Ja. En ja, maakt de lengte uit? Wel voor jou? Nee. Nee? Waarom heb je voor mij geschreven? Je hebt een leuke koppie. Ja, dat is goed om te horen. Ja, nee, toch? Ja. Ja. En verder? Ja, ik volg de radio ook wel eens. En het is gewoon, je bent gewoon hartstikke gezellig. En, ja. Het is leuk om een drankje te doen, dus ik ben benieuwd. En wat doe je verder? Zit je op school? Nee, ik ben klaar met school en ik heb nu een tussenjaar. Ik weet nog niet wat ik ga doen hierna, maar... Jongens, vergeet de vragen niet, hè? Oh ja, sorry. Wat was het nou? Ja, ik ben even... Ook mag ik nog de tweede vraag, jongens? Nou, Rins, je moet de leukste mop nog vertellen. Oh ja, de leukste mop, ja. Oh, ja. ik ben heel slecht in moppen. Exact. Nee, er gaat geen mop komen, denk ik. Shit. Heb jij een mop? Nee. Ik ben niet zo van de mop. Oké, jongens, mag ik mijn tweede vraag? Fuck, we hebben hem niet gehaald. Dit was jullie date, jongens. Ben Dit was niet? De eerste date. Wauw, oké, maar dat ging best wel snel. Dat ging snel, hè? Proost. Ja, even beide een eerste indruk. Celine, wat is de eerste indruk? Ja, leuk. Ja? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik ben wel zenuwachtig, maar... Je vond het leuk? Ja. Oké, Rens? Ja, ik vond het gezellig. Ja. We hebben allebei bijna geen slokje om drinken kunnen nemen. Nee, ja. We hebben voor mij nog veel te bespreken. Kan misschien later, want jij bepaalt uiteindelijk met wie je op date gaat. Maar Celine zal toch weer even weg moeten, want de volgende is in deze speeddate-reeks Danielle. Die zit op dit moment nog op de gang, maar die komt hier zometeen binnen. Okay. Zij is 20 jaar oud, houdt van hockeyen en biertappen en vindt het leukste aan Rens zijn schoenen. En ze verwacht van de date dat Rens stapelverliefd op Danielle wordt. Rens, jij moet aan Danielle de volgende vraag stellen, minimaal in de date. Stel, we zouden gaan daten, wat zouden we gaan doen dan? Ja. En na hoeveel dates zou je seks hebben? Die vraag moet je stellen. Ja. Danielle, jij aan Rens, wat heb je aan als je slaapt en hoe ben jij als je dronken bent? Okay. Nou, die vragen zijn binnengekomen via de sms 6363. En ik ga ook weer aan jullie het startsein geven, want jullie 90 seconden gaan ook nu in. Jij wil een lijntje. Let's go for it. Ja, ik lust wel een lijntje, graag. We hebben elkaar al een keer gesproken. We hebben elkaar al een keer gesproken, want jij komt uit Breda, toch? Uit Breda, heb je goed onthouden. En wat deed je daar? Je werkte in een... Ik werkte in een kroeg. Zoals je net hebt gehoord, is mijn hobby is biertappen eigenlijk. En ik doe ook wel sporten, hockeyën. Ja. Wat doe jij zoal?
naast dit? Ik werk hier en ik vind het gewoon lekker om veel uit eten. Proost. Om veel uit eten te gaan. Leuk. Stappen vind ik wel vind ik lekker. En ik, voor de rest, ja, ik voetbalde heel vaak vroeger. Maar daar ben ik mee gestopt door de radio. Dus nu fitness ik. Maar dat is ja, gewoon een paar keer in de week. Kom je een keertje bij mij stappen? Vind ik een goede deal. Ja, dat, toch? Dat krijg je een biertje van me. Hey, ik heb nog wel een vraagje. Ik ben wel benieuwd wat je aan hebt als je slaapt. Ik heb alleen een boxer aan. Oké. Okay. En als wij op date gaan, wat gaan wij doen? Gaan we in jouw kroeg biertje stappen of wat gaan we doen? Ja, misschien gaan we ergens anders naartoe wat een beetje meer privé is. Niet allemaal niet alle ogen van mijn collega's op ons gericht, snap je? Ja, maar wat noemen ze? Nou, ik zal een leuk restaurantje voor je uitzoeken, want jij vindt uit eten leuk gaan. Ja. Toch? En dan in Breda. In Breda, en iets zonder een camera op ons, in ieder geval. Maar heb je niet nog een vraag voor mij? Ik heb zeker nog een. Nou, hoeveel dates zou je seks hebben? Zo'n awkward vraag dit. Dat wil ik misschien wel vertellen als wij een paar keer op dates zijn geweest. Oké. Ja, ik ben eigenlijk nog wel, want ik weet ook niet wat je doet. Zit je nog op school? Nee, ik zit niet op school. Ik heb eventmanagement gedaan. En dan werk ik eigenlijk gewoon fulltime in de horeca. Ja. Ja. Dan werk je jullie daten. Jammer. Danielle, eerste reactie. Ja, superleuk. Ja? Ja, heel origineel antwoord, maar en, ik vind het leuk om hier te zitten. Rens? Ja, ik vond het gezellig. Ja. En inmiddels is de derde vrouw aangeschoven. Christine, goedenavond. Hallo. En Rens zit er nog steeds helemaal klaar voor. Ja, ik zit er nog steeds. Ja, je begint er steeds meer zin in te krijgen. Ja, die aandacht voor jou. Het wordt een sport. Ja, nou, jij gaat zo meteen weer een speeddate doen. En jij krijgt weer een aantal vragen die ingestuurd zijn via 6363. Die minimaal in de date verwerkt moeten worden. En op dit moment krijgen jullie de vragen als het goed is van Joep. Rens, jij moet aan Christine vragen. Wat is volgens je vriendinnen de reden dat je nog single bent? En Rens aan Christine, ben je in bed meer van de oude stempel of ga je meer voor de 50 Shades of Grey? Wauw. Oh. Christine moet aan Rens vragen, wat is je favoriete lichaamsdeel en waar ben je het meest bang voor? Ja, dit zijn de pittige vragen. Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Hier staat een andere vraag. Maakt het ook uit? Ja, toch moet je deze vraag doen die we net stelden. Okay. Dus, okay. Wat is volgens je vriendinnen de reden dat je single bent, Rens aan Christine? Mm-hmm. En ben jij in bed meer van de oude stempel of ga je meer voor de 50 Shades of Grey? En Christine aan Rens, wat is je favoriete lichaamsdeel en waar ben je bang voor? Okay. Tenzij die vraag nog erger is die op je blaadje staat. Zou je aan mijn teen sabbelen als ik dat lekker vind? Doe niet maar. Gaat nu beginnen. Ja, allereerst leuk dat je bent gekomen, want je komt uit Groningen, toch? Ja, klopt. Hey, en wat doe je voor studie en zo? Ik studeer toegepaste psychologie. Oké, dus je wil graag met mensen gaan werken in de toekomst. Precies, ja. Hey, wat is volgens jouw vriendin de reden dat jij nog single bent? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Praat je er niet over? Of, Ja, nee, ze snapt het niet, volgens mij gewoon. Volgens mij vindt ze me heel leuk. Nou, dat is een hele goeie, toch? Ja, nou ja. Of niet, ik weet het niet. Want deed je vaker? Niet vaak. Wat is niet vaak voor jou? Ja, niet zo vaak, ik weet het niet. Oké, nee, is goed. Wat is je favoriete lichaamsdeel? Dit is best wel moeilijk. Ik denk er niet zo vaak af na. Mijn schouders misschien. Je schouders? Dat klinkt heel raar, maar ik vind mijn schouders wel mooi. Waarom? Ik weet niet. Ik vind mijn schouders gewoon echt top. Oké. Okay. Wat is jouw favoriete lichaamsdeel? Van mezelf of gewoon? Ja, van jou. Oh, ja dan. Mijn ogen, denk ik. Je ogen? Ja. Ook een goeie. Had ik nog niet over nagedacht. Je hebt mooie ogen. Ja, nou, dankjewel. Maar even, want je zit nog op school. Ja. Wat wil je uiteindelijk gaan doen? Ik wil eigenlijk naar de politie. Oké. Okay. Met criminelen werken en zo. Oké, okay. Dat is best wel vet. Ja. En dan, het is wel een gek bruggetje, maar ben je dan meer van de oude stempel of meer van de 50 Shades of Grey? Ja, ik denk dan toch de oude stempel. Ja, je bent niet zo kinky. Nee. nee niet echt. Nee, ik moet zeggen, ik ben daar ook niet zo van. Nee? Nee. Maar zou jij meteen eens stabbelen als ik het lekker vind? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet, vind je het lekker? Nou, ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik denk het niet. Nee, sorry, dat gaat mij net iets te ver. Snap ik. Dat is voor mij nada. Nee, kan ik me heel goed voorstellen. Maar waarom heb jij voor mij geschreven? Ja, het begon eigenlijk als een grap.
Oké. Okay. Oh ja, dit is dan weer een heel jammer einde. Ja, nee, ik vind dit was hem, jongens. Ja, yeah. Oh. Ze vind je grappig, Rens. Ja, dit is goed. Is toch leuk? Ja, vind ik heel leuk. Christina, ook jij bedankt. Ja, graag gedaan. En nou ja, we gaan ook... Rens, je mag zometeen een keuze maken. Je bent er vanaf van de date. Hoe? Vrijgezelle dames van Nederland, opgelet. Ben jij op zoek naar een leuke, spontane, gezellige jongen die van hobby's houdt? Oh my god! Stop dan nu met zoeken. Hier is Rens. Oh my god, hij gaat leuk. Schrijf je uit bij al die datingsites en verwijder Tinder. Want deze bronstige ginger staat met open armen op jou te wachten. Rens! Ja. Ja, en jij hebt net 3 dates gehad. Ze zitten er allemaal weer. Céline, Danielle en Christine. En ja, is dat voor jou wat even resumerend? Resumerend. Ik vond het wel leuk. De tijd vloog. Ja. Echt bij alle 3. De ene ging wat gemakkelijker dan de ander, maar... Maar het ging wel lekker. Het leuke is, jij mag op dit moment gaan bepalen wie er met wie jij uiteindelijk op date gaat. Was het een lastige keuze? Ja, ik heb wel even getwijfeld, maar ik denk dat ik er wel uit ben. Je denkt dat je er wel uit bent? Ja. Ja, ik kan altijd nog terugkomen. Kan je alvast zeggen zonder... Nee, dat kan niet. Sorry. Zeg je, kan je nu alvast iets prijsgeven waarom dit is of zeg je van nee, dat doen we achteraf? Doen we achteraf. Ja, nou is goed. We gaan het spannend maken, want met wie gaat Rens op date? Er zitten hier 3 knappe dames. En wij zijn ontzettend benieuwd, Rens. Verlos ons. Ja, ik heb er lang over nagedacht. Ja, dat doen ze toch ook altijd bij die spelshows. Ja. Nee, ik denk dat ik op date ga met Danielle. Oké, gezellig. Eigenlijk gefeliciteerd. Ja, nou ja, eigenlijk, het liep gewoon, ik vond het gezellig. Ja. En, wederzijds, gelukkig. Ja, je vond het wel wederzijds ook. Mm-hmm. Het was een leuke date. Mm-hmm. Anders geef ik het er ook niet op. Nee, dat snap ik inderdaad. Ja. Nou, Danielle en Rens, jullie gaan gezellig date. Christine en Céline, dankjewel dat jullie er waren. Ik wou net zeggen, ik vond het met jullie ook heel leuk. Maar ik moet een keus maken. Ja, je kan ze niet allemaal vasthouden nu, hè? Ja, jullie mogen mijn nummer. Moet ik nou weer afsluiten? Je kon niet fouten afsluiten. Dit zei je niet. Je kon niet fouten afsluiten. Rens, je dacht even hard op, geloof ik. Ik zie Danielle kijken. Nou ja, hij maakt... dit meende hij niet. Nee. Dit meende hij niet. Rens, je gaat lekker op date. Ben je gelukkig? Ik ben hartstikke gelukkig. Wil je nog meer backstage filmpjes zien? Filmpjes achter de schermen, dingen die er buiten de studio gebeuren, snap je hem? Backstage, dus niet helemaal op de stage. Klik dan even hier, hier kan je nog meer backstage filmpjes zien. Wil je de karaokebar zien? Lekker zingen, met wie dan ook. Klik dan even hier, allemaal filmpjes van de karaokebar. En ondertussen altijd eventjes hier je abonneren. Duimpje omhoog, hebben wij liefde voor je.